En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is goede vrijdag vandaag en het paasweekend gaat beginnen. Gisteren de laatste dag gewerkt en nu ben ik lekker een paar dagen lekker vrij. Weekend zit ertussen en maandag ben ik vrij en vandaag was ik vrij. Heerlijk, even lekker weer een paar dagen om bij te komen. Ik ga zondag ga ik naar Feyenoord toe. Daar zal natuurlijk ook zeker te weten weer een vlog van komen. En voor de rest ga ik nog een beetje computeren. En we zijn met een kleine verbouwing bezig. Jullie weten nog de muur waar de computer stond. Dat was deze kleur. Jullie kennen het een beetje van alle vlogs. Dit is mijn huiskamer. En dat is nu veranderd. Ik heb een nieuwe bureaustoel. Die bureaustoel is inmiddels al weg. En ook mijn computermeubel gaat footsie. En daar komt weer een nieuwe tafel voor terug. Die tafel hebben we er net in elkaar gezet. Het was een hoop werk. En dit is dus de computer. Dit is dus de computer. Dit is de nieuwe kleur van de wand. Het is een beetje, wat is het? Het is een klein beetje blauwachtig. Ik vond het heel erg mooi. Ik ben er zelf wel ontzettend blij mee. Mooi kleurtje. En dit is dus mijn computertafel. Ja, let niet op de rotzooi, want het is een enorme puinhoop. Ik weet het. Ik weet het, hier staat mijn computer, hier staat mijn laptop. Of mijn laptop, mijn... hier staat mijn computer, hier staat mijn printer en zo. Hier dus mijn computer zelf en hier beeldscherm en zo en allemaal rotzooi. Let niet op de puinhoop. Dit gaat dus, dat computermeubel gaat dus helemaal weg. En deze zwarte tafel wordt mijn nieuwe computertafel. Ik ga het, van het weekend ga ik... alles overzetten, of deze dagen ga ik alles overzetten en dan ga ik deze oude computermeubel uit elkaar slopen en afvoeren als schroothout. En dan ga ik hier dus alles opzetten. Dit wordt dus mijn nieuwe computertafel. Dit is trouwens mijn nieuwe bureaustoel. Echt een lekker bureaustoeltje, jongens. Een lekker bureaustoeltje. Ik zal er eens even in gaan zitten. Nou, kijk eens. Hoppa. Nou, het zit heerlijk. Lekker, lekker stevig. Dus we zijn dus volop bezig met een kleine verbouwing. De muur is dus een ander kleurtje. En een andere computertafel, een andere bureaustoel. Dat is eigenlijk een beetje de update wat er allemaal gaat komen. Ik heb dus nog een hoop werk voor de boeg. Want al mijn computerspullen moeten weer allemaal overgezet worden op de nieuwe tafel. Mijn monitor komt erop te staan. Mijn computer die komt zelf beneden te staan. Ik moet allerlei dingen dan weer opnieuw aansluiten. En dus is nog een hoop werk. Maar ik heb deze Pasen daar lekker de tijd voor om dat te doen. En gaan we dat lekker doen. Ben ik lekker bezig. Ik heb tenminste wat voor handen. En jullie weten het. Ik ken niet zo gauw stilzitten. Dus ik moet altijd wel wat te doen hebben. Nou, gisteren was de laatste werkdag, de laatste werkdag. Ik moet nog tot mijn 65ste, maar was mijn laatste werkdag voor de paasvakantie. We hebben nog een leuke borrel gehad, hebben we nog gehad. En was hartstikke gezellig. Ramon was er en mijn andere collega's waren er allemaal. En het was hartstikke gezellig. Zondag dus naar Feyenoord met Ramonski. En maandag wil ik nog een vlog gaan opnemen met ook Kevin en Ramonski. We weten nog niet waar naartoe. Maar we willen maandag
Ja, maandag wil ik eigenlijk een vlog gaan opnemen. Een paasvlog. Dus we gaan wel even kijken wat we waar en wat en hoe we dat gaan doen. Nou, ik zal eens even heel goed mijn mondhoeken in de gaten gaan houden de aankomende weken. Want ik had commentaar gekregen dat mijn mondhoeken vies waren. Ja, dat heb je. Ik zit natuurlijk bij mijn tanden. Ik heb niet veel tanden meer. En ik krijg ook heel veel opmerkingen over trouwens. Ook minder leuke opmerkingen. En nou, was er iemand, ik zal geen namen noemen, die liep te klagen over mijn mondhoeken. Dus nou, dat zal ik zal er in de gaten houden dat dat er netjes uitziet. Ja. Nou, gisteren nog even GTA 5 gespeeld. Dat was weer kommer en kwel. Ja. De vorige keer had ik iets gezegd over, ja, over het een en ander, over ruzies en dit en dat. En dat ik er ben om een leuke livestream te doen en een leuke livestream te maken. Een leuke avond te hebben. En ja, er zijn nog altijd mensen die dat niet begrijpen waarschijnlijk. Ook wat nog steeds niet begrepen wordt is dat het ongepast is om in de chat elke keer bij de eerste zin te gaan lopen vragen en bedelen om moderator te worden, dus moderator te worden. Ik heb genoeg moderators, ik heb een aantal mensen die moderator zijn op mijn kanaal en ik bepaal wie de moderator wordt. Dus ga niet elke keer in de livestream vragen van joh, kan ik moderator worden? Het staat trouwens ook in het reglement, staat het. Alhoewel, ik de laatste tijd heel erg ja, de dingen heb, ja, het idee heb dat ik dat allemaal voor de katse viool erop zit te schrijven. Want er zijn nog altijd mensen die nog steeds bedelen om mot te worden of reclame maken of mensen die me nog steeds willen toevoegen op PlayStation Network. Nou, dat kan inmiddels niet meer, want ik heb dat uitgeschakeld. Ik werd zo gek van alle aanvragen dat ik er gewoon bekant in mijn livestream en daarbuiten een hele dagtaak aan had om allemaal vriendschapverzoeken toe te voegen en niet toe te voegen en dit en dat. Ik heb het dus uitgeschakeld. Als ik iemand heb, ja, ik probeer dat zelf gewoon een beetje aan te voelen. Als ik iemand heb die, dat ik denk van, nou, dat is leuk als die ook op mijn livestream komt, dan voeg ik diegene toe en anders niet. Dus ga niet ook lopen vragen elke keer van, mag ik bij jou in de sessie? Dit is mijn PlayStation naam. Wat is jouw PlayStation naam? Mag ik je toevoegen? Dit en dat. Schrei daarmee uit. Het is echt super irritant. En het kan je tevens een ban of een time-out opleveren. Omdat het gewoon irritant is. Maar een goed voorbeeld daarvan is Thibaut. Thibaut die zit al een hele tijd op mijn kanaal. En dat vond ik nou eens leuk. Om, ja. Hem vond ik nou eens even leuk om eens een keer toe te voegen. En een keer mee te gaan livestreamen. En hij is ook in de party gekomen. Hij kwam dus ook in de livestream zelf. En dat is dus een goed voorbeeld van, ja, dat vind ik wel leuk. Maar ik kan niet 400 of 500 mensen elke keer me toevoegen. En ja, maar elke keer uitnodigen en zo. Het wordt op een gegeven moment een chaos. En er zijn ook altijd mensen bij die er misbruik van maken. Die gaan lopen etten stralen. Mensen gaan killen. Mijn vrienden gaan killen. Die alleen maar uit zijn op sensatie. Dus als er iemand toegevoegd wordt aan de livestream of op de livestream en op mijn vriendenlijst, dan ben ik degene nog altijd die dat bepaalt en niet een speler die of een bezoeker of speler die voor de allereerste keer komt en gelijk
toegevoegd wil worden. Dat even de informatie over GTA 5. Nou, ik ga zo nog even deze video ga ik even uploaden. En vanavond is er natuurlijk weer een livestream van GTA 5. Waar ik natuurlijk weer lekker een livestream zal doen. Dus dat komt helemaal in orde. Dat komt helemaal goed. Nou, ik heb verder niet veel meer te melden. Ik heb in ieder geval nog zat werk om, ja, om een nieuwe computertafeltje over te zetten. En alles in orde te maken. En zo gauw als dat klaar is, zal ik er natuurlijk weer een vlog over maken. Om te laten zien hoe het afgelopen is. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Jongens, doe even dat duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik zie jullie en spreek jullie allemaal vanavond weer bij de GTA livestream. Jongens, de groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabidi, skabadoe, skabadabadoe. Paf.